Hey, 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 let's go. Deze roadtrip ga ik zonder Inge deze keer op visite bij kinderboekschrijver, liedjesmaker en muziekdocent Jeroen Schipper. Voor mij is Jeroen geen onbekende. Hij schrijft ook liedjes voor Kleuteruniversiteit en geeft op onze inspiratiedagen de zeer populaire workshop Muziek met Kleuters. Tijd om jullie eens kennis te laten maken. Hoi Jeroen! Hey Sanne! Wat leuk dat ik bij jou op de bank mag zitten vandaag. Gezellig. Ja, hè? Ja. En het komt eigenlijk omdat er straks van jou een nieuwe titel uitkomt. Ja. Vertel eens. Nou, ik ben met meerdere dingen bezig. Het belangrijkste wat er nu aan zit te komen is swingen als een kangoeroe. Ja. Mijn nieuwe liedbundel voor de onderbouw van het basisonderwijs. Ja, en ja, Jeroen is namelijk liedschrijver, muziekdocent en je werkt, je hebt heel veel boeken gemaakt al en je, je werkt voor ons bij de Kleuteruniversiteit, maak je liedjes en je geeft inspiratieworkshops. Hè? Ja. Ja. En eigenlijk ben ik met jou verliefd op jou geworden toen met dit boek Rood Rood Mannetje. Ja. En dat heb ik ongelooflijk veel gebruikt op school. Wat leuk. Ja, en ik weet zeker dat heel veel mensen het ook kennen, maar als je het nog niet kent, ja, gebruik het. Het is echt fantastisch leuk. Nou, ik hoor het inderdaad steeds meer gelukkig, dat mensen het echt... het is ook nog te krijgen, toch? Ja, die is er nog. Ja. Ja. Zullen we eens even eentje doen? Zal ik eentje doen? Ja. Oké. Okay. Wil je meedoen of niet? Ja. Oké, de echoput. We hebben namelijk een echo nodig. Oh ja, ik ben de echo. En die wordt heel veel op scholen gedaan. Ik ga de tekst opzoeken. Nou, je hoeft alleen maar mij de laatste woorden na te zingen. Okay. Dus dat is het leuke van de echoput. Ja. Hoef je niet op de tekst op te zoeken. Diep in het bos staat een echoput. Echoput. Die moet je horen, kom vlug. Kom vlug. Als je iets roept in die echoput. Echoput. Hoor je hetzelfde terug. Terug. Echo. Echo. Echoput. Echoput. Ik kan er uren mee praten. Praten. Echo. Echo. Echoput. Echoput. Hij zegt hetzelfde als ik. Als ik. Hartstikke goed. Ja, ik lijk net of ik kan zingen nou. Nou ja, dat is precies de bedoeling. Iedereen moet het gevoel krijgen... Oh, dat kan ik ook en dat wil ik ook. Ja, want is muziekonderwijs een lastig vak? Ja, tenminste voor veel basisschoolleerkrachten wel. Ik merk zelf dat het in de onderbouw meestal meevalt. Dus die doen wel al veel met muziek en jassen aan. We gaan eten, de hele dag zingen en klappen en zo. Ja. Die vinden het vaak nog wel moeilijk om er een soort lijn in te brengen. Dus om muziek ook als vak te zien in plaats van als middel... tot allerlei dingen in de loop van de dag. En bovenbouwleerkrachten die zeggen vaak... ja, ik wil muziek wel doen, maar ik kan niet zingen. Mm. Nou, dan is mijn missie altijd... het begint niet per se bij zingen. Zingen is leuk en zingen is ook wel belangrijk... maar er zijn heel veel dingen die je kan doen. En meestal valt het ook wel mee met... ik kan niet zingen. Dus het is ook vaak een beetje... positief stimuleren en laten zien... dat ze eigenlijk best wel wat kunnen als je daarmee bezig bent. En je hoeft ook niet... met de Voice of Holland mee te kunnen doen of zo, hè? Dus misschien hebben ze te hoge eisen. Ja, ik ben zelf steeds meer aan het afstappen van muziek als kunst. Hmm. Ik vind muziek eigenlijk geen kunst, maar cultuur. Hmm. Met name in de context van de basisschool. Het is niet een kunstvak, maar het is gewoon een onderdeel van het mensen zijn. Ja. En dat is waar je in de basisschool natuurlijk aan werkt. Gewoon verschillende aspecten van... mens zijn stimuleren. Dus het hoeft allemaal niet heel mooi te zijn. De muziek is vooral communicatie en geen kunst. Nou ja, en mensen worden heel blij van. Want het is vooral wat ik zie als mensen uit jouw workshop komen. Ja. Hele blije mensen. Ja. Ja. Nou, ik zeg ook altijd in de workshops en ook wel op andere plekken... ik neem plezier heel serieus, zeg maar. Ja. Het plezier in muziek is een heel belangrijk... aspect van het leren in muziek. Zeg maar, ik geef als voorbeeld, het klopt niet helemaal, maar rekenen kan je ook wel leren als kinderen het niet leuk vinden. Mm-hmm. Van ja, je moet nou eenmaal dat en dat doen. Maar bij muziek kan dat eigenlijk niet. In muziek moet je moet plezier hebben om het te snappen en om het echt volwaardig te kunnen doen. Mm. Hoe ik het liefst liedjes maak? Nou, het mooiste is altijd als er een soort spontaan idee komt waarvan ik meteen weet van ja, dat is het en dan is het alleen maar een kwestie van uitwerken. En de ene keer is dat een muzikaal ideetje. In het geval van de Kleuteruniversiteit is dat vaak ja, een gegeven uit een boek of een specifieke opdracht. En dan is er altijd een soort sudderfase van misschien dit. Soms is het ook vanuit rijmwoorden. Dan denk je van nou, wat rijmt erop? Dit en dit en dit. En dan ontstaat er een ideetje. En daarna komt ja, zeg maar de ambachtelijke fase van oké, dan gaan we het uitwerken en schaven en knippen en plakken en zo. En wat ik het leukste liedje vind, wat ik voor de Kleuteruniversiteit heb gemaakt, dat vind ik wel een moeilijke keus. Er zijn een heleboel verschillende liedjes inmiddels al. Wat ik het qua uitdaging, grootste uitdaging vond en qua resultaat het leukste zijn de tweetalige liedjes. Dus ik heb een aantal liedjes gemaakt die zowel in het Nederlands als in het Engels te zingen zijn. En dan ook liefst met dezelfde woorden op dezelfde plek. Dus dat het echt voor taalverwerving ook geschikt kan zijn. En dat was wel echt even achter mijn oren krabben. Maar dat is, ja, dat zijn 4 seizoensliedjes geworden onder andere. Daar ben ik wel heel trots op en heel blij mee dat het zo gelukt is. Ja, het liedjes schrijven is eigenlijk bij mij begonnen als, vanuit mijn muziekdocentschap. Dus ik stond voor de klas en constateerde voor mijn gevoel in ieder geval dat ik niet genoeg leuke, goede liedjes vond om met kinderen te doen. Mm-hmm. Dus toen ben ik ze zelf gaan maken. En dat beviel zo goed dat ik eigenlijk uiteindelijk ja, steeds meer mijn eigen werk ging maken. En ook daar lesmateriaal omheen mee gaan maken. Dus het liedjes schrijven en het liedjes maken is een soort kern geworden waarvanuit ik muziek mee gaan maken, liedjes mee gaan maken. En de liedjes, veel van mijn liedjes hebben ook vanuit zichzelf al een soort educatief karakter. Dus er zit inderdaad een spelletje in of een reactiedingetje of iets educatiefs. Dus, behoefte dus. Omdat je zelf behoefte aan beter materiaal, ben je dat maar zelf gaan ontwikkelen. Ja, zo begon het met het repertoire. En gaandeweg zijn de liedjes van zichzelf ook. Ja, het zijn echt muzieklesliedjes vaak. Dus het is niet alleen maar we gaan samen zingen, maar er zit een actieve component in of een cognitief component op die manier. Ja. En je geeft dus ook, ja, voor ons ook, voor Kleuterunie workshops, maar eigenlijk voor iedereen die wil, hè? Ja, iedereen die betaalt. Nee, maar waarom ik jou zou aanraden is omdat je zoveel, hè, dat hebben we al eerder benoemd, het plezier komt weer terug. Dat mensen even vergeten zijn dat muziekonderwijs zo leuk kan zijn, denk ik. Ja. Dat jij er even herinnert, jongens, het hoeft niet moeilijk, het kan zo, het is leuk. Ja. Nou, dat is een beetje, ik ben er zelf ook een beetje zoekend in, want op het moment heb je de beweging meer muziek in de klas, die zeg maar het muziekonderwijs in het basisonderwijs weer een push voor geeft, vind ik heel goed. Maar het risico daarbij is dat je toch al snel weer moet ook wel verzand in gesprekken over leerlijnen en doelen en je moet het kunnen toetsen. En ik merk dat ik zelf, ik speel daar graag een rol in, maar mijn kant zit toch vooral in het plezier. Ja. Van, weet je, als het maar leuk genoeg maakt, ja, dan bereik je al die doelen. Dan bereik je al die doelen en dan gaan mensen het vanzelf doen. Dus eigenlijk is mijn missie een beetje muziek zo leuk maken dat je het eigenlijk niet meer over hoeft te hebben, maar het gewoon gaat doen. Ja, dat is gewoon logisch. Ja, en dat zit in die workshops ook wel. Ja. Dat is ook, hè, vanuit de Kleuteruniversiteit is de opdracht altijd, nou, mensen moeten meteen zin krijgen om het maandag weer te gaan doen. Ja. Ja, en dat is eigenlijk een hele fijne missie. Ja, toch? Ja. Choco-krokodil, ik ga jou lekker bijten. Choco-krokodil, hap, hap, hap. Choco-krokodil, ik ga jou lekker bijten. Choco-krokodil, ik bijt in je bil. Hap, hap, ik bijt in je bil. Hap, hap. Dankjewel. Alsjeblieft. Tot ziens. Tot ziens. Ik wil ook nog wel even benadrukken hoe leuk het is om voor Kleuteruniversiteit te werken. Ja, ik heb hem niet gedwongen dat te zeggen hoor.